Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 1 maart en ik dacht ik ga maar een weekvlog doen. Dus als je heel veel zin hebt in deze weekvlog zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Zoals jullie hebben gezien zijn de laatste tijd best wel veel vlogs gekomen en weekvlogs. En een beetje door elkaar. Omdat ik een beetje aan het kijken ben wat ik nou echt leuk vind. Want soms vind ik het heel leuk om de hele dag vast te leggen. Maar het kost ook wel heel veel moeite. En soms heb ik ook gewoon wel veel om te filmen. Maar ook weer niet bijvoorbeeld 10 minuten om het echt online te zetten. Dus ik ga nu weer even proberen om een weekvlog te maken. En dan kijken hoe het bevalt. Want ik heb nu het laatste weekend vakantie. En volgende week, dus vanaf maandag, moet ik weer naar school. Dus dan gaat het sowieso niet om de hele dag te gaan vloggen. En ik ga vandaag nog wel weer iets leuks doen. Maar ik denk niet dat ik daar 10 minuten mee vol krijg. Dus daarom. Het is nu... even kijken hoe laat het is. Het is nu 11:15. En ik ga straks met mijn moeder naar Haarlem. Want we gaan daar high-tea'en. Ik had namelijk een keer voor moederdag zo'n gift for you card gegeven. Met een high-tea. En toen dachten we dat gaan we in de vakantie doen. Dus ik ben me nu even aan het opmaken. En ik ben eigenlijk net klaar. Ik ga nog even mijn haar doen. Ik ga misschien nog even een lipstick opdoen. En me even omkleden. En dan zien jullie mij zo meteen. Wat ik aan heb is... Wat zit er nou op mijn mouw? Oh, het leek maar zo. Deze nieuwe trui van Chiquel. Die heb ik nog niet erg... Die heb ik nog niet aangehad. En die vond ik wel heel erg leuk. En lekker warm. Deze ketting heb ik van Mick gekregen. En die is van Joy. Net zoals de rest van mijn sieraden. Dan heb ik een flarebroek aan van de Sting. Met dit patroon. En daaronder heb ik mijn Puma's en die zijn eigenlijk heel oud. Maar ik had niet zo zin om mijn Superga's aan te doen. En ik neem mijn Valentino tasje mee. En de lipstick die ik op heb is Velvet Teddy van MAC. Ik ben weer terug uit Haarlem. Want ik ging dus met mijn moeder naar Haarlem toe. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit überhaupt had verteld. Ik heb ook niet zoveel gefilmd. Maar we wilden daar dus gaan high-tea'en. En uiteindelijk zijn we daar gewoon gaan lunchen. Daar heb ik wel wat beelden van gemaakt. Die heb je als het goed is hiervoor gezien. En ik had dus super stom vandaag een afspraak gemaakt voor mijn nagels. Nou, het is wel echt heel erg nodig. Want sommige is eraf. Maar ja. Dus ik moet om 6:30 in de stad zijn. Dus ik ga nu snel mijn spullen inpakken. Dan ga ik richting de stad, want daarna ga ik naar mijn moeder. En dan zal ik bij mijn moeder even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Maar ik ga dus nu snel even mijn spullen inpakken. Dus dan zien jullie mij straks met nieuwe nagels. Ik heb nu deze kleur. Ik hoop dat je het goed kan zien. En dit is helaas kapot, want ik heb het al meer dan een maand niet gedaan. Het is vandaag zaterdag. En het is nu 2:00 en ik moest vanochtend al werken en ik ben nu klaar en ik heb even mijn make-up gedaan en ik heb gedoucht, dus ik moet zo meteen even mijn haar doen. Het ziet er echt niet uit. En Mick komt zo meteen naar mij toe. Gisteren ben ik dus met mijn moeder naar Haarlem geweest. Wat ik toen heb gekocht is maar echt twee dingen, want ik mag van mezelf niet meer zoveel kopen. Het is namelijk dit lege fotoalbum. Deze. Met gewoon witte bladen. En daar wil ik nog iets in gaan maken. Maar dat komen jullie dan wel te zien als het zover is. Met een stift die daarbij hoort die niet doordrukt. Even kijken. En ik had bij de Hudson Bay had ik nog een shirt gekocht van Tommy. Die vond ik wel erg leuk. Zo. En dat is dit zwarte shirt met hier Tommy op met lange mouwen. Dus die ga ik zo meteen even aandoen. En dan wachten tot Mick er is. En wat ik samen met Mick ga doen, we hebben echt volgens mij geen idee. Dus dat zien jullie zo meteen wat wij gaan bedenken om te gaan doen. Even nadenken, ja ik moet morgen ook werken. Dus ik moet ook iets aan school gaan doen dit weekend, want ik heb dus de hele vakantie weer eens helemaal niks uitgevoerd voor school. En dan maandag gaat het weer beginnen. Dus ik ga nu even snel mijn haar doen en dan zien jullie mij zo meteen denk ik met Mick. Oké, ik heb mijn jas aan en Mick is nu bij mij. Waar? Wat? Waar? Wat? Oh shit. Zeker. Oké. En we gaan nu even, we wilden eigenlijk naar de stad gaan, maar we gaan even eten halen en dan gaan we gewoon... We gaan naar de stad. Voorscheuven. Stadje Voorscheuven. Niemand mag weten dat ik hier woon. Wat? Wat hebben we dat je in Voorscheuven woont?
weet ik veel. Oh ja, dat is wel waar. Nummertje. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik moet straks weer naar school na een week vakantie. En ik heb er echt totaal geen zin in. Ik ben ook echt heel erg moe. Ook al is het nu al 10 uur geweest, maar oké. Okay. Ik moet om 11:30 beginnen met mijn eerste les. Alleen, we hebben vandaag een proefje dat we... Misschien heb je dat ooit wel eens op school gedaan. Zo'n ei van 10 meter naar beneden moeten laten vallen. En dan moet hij zo blijven. Moet hij heel blijven. Dus dat moest ik vanochtend nog even snel maken. Ik heb nu nog lekker dit ding aan. En ik ga me zo meteen even omkleden. Nou, ik wilde eigenlijk vandaag gaan sporten. Maar ik moet dus ook werken. En ik moet eigenlijk tot 4:30 naar school. En dan om 5 uur werken. Dus ik moet even kijken. En ik hoop dat Mick vanavond naar mij toe komt. Maar dat weet ik dus ook niet zeker. Omdat ik het dus echt best wel een beetje druk heb. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. En ik ga nu even snel nog mijn laptop inpakken. En die spullen voor het ei. En dan zal ik even laten zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk deze trui aan van Chiquel met van die strikjes hier. Dit is alleen wel best heftig. Maar ja, dat maakt niet uit. En een broek aan van de Sting. En daaronder moet ik nog andere schoenen doen. Dus ik ga nu naar beneden. Ga ik even eten maken. En dan ga ik richting school. Ik ben weer terug van school. Het is nu 4:30. En we hadden vandaag... Hadden we dat met dat ei. Volgens mij had ik dat vanochtend verteld. Dat van mij was als enige niet gelukt. Maar maakt niet heel veel uit. Ik was vergeten ook mijn camera mee naar school te nemen. En... ik ga nu 1/2 uur werken aan school. Daarna ga ik wat eten en dan moet ik gaan werken. En ik moet dus werken in Leiden. Dus ik moet ook nog wat vroeger weg dan normaal. Daarna ga ik naar Mick toe. En dan blijf ik daar slapen. Maar ik weet niet tot hoe laat ik moet werken. Dus ik ga vanuit daar. En nu moet ik heel snel mijn lesvoorbereidingsformulieren maken voor school. En mijn spullen ook bij elkaar pakken. Dus dat is wat ik nu ga doen. En ik moest gisteren uiteindelijk tot 10 uur werken. En toen kwam ik om 10:30 bij Mick aan. En toen was ik echt heel erg moe. Dus daarom heb ik niks meer gefilmd gisteren. Het is nu 8:30. En Mick is al naar school toe. Dus ik was hem even aan het opmaken. En ik ben net klaar. Ik moet nog even me omkleden en zo. En dan ga ik straks richting het station met de auto. En daarna naar school toe. En vandaag heb ik, weet je wel, weer het kunsttraject. Als je wel vaker mijn video's kijkt. Dus dan neem ik sowieso wel mijn camera mee. Want dan doen we altijd wel wat leuks. En dan kan ik sowieso weer even filmen. Zodat je ook een beetje weet hoe het gaat. Daarna moet ik gelijk weer door naar werk. Dus ik kan na school ook niks filmen. En oh, ik krijg hier zo'n buisje. Het doet echt pijn. Het is vandaag zaterdag 8 maart of zo? 9 maart. Het is de 9e. 9 maart. En ik ben samen met Mick. En we zijn gisteravond uit geweest. Dus we zijn nu even aan het klaarmaken. Het is nu, denk ik, 12:00 of zo al. 10:30. Nee. Ja. Echt? Ja, het is 10:30. Oh, oké. Maar ik heb net even gedoucht en mijn make-up gedaan. Dus ik ga nu even me snel klaarmaken. Ja, maar het is langzaam weer, hè? Ja, weet ik. Ik ben al helemaal omgekleed en klaar. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik heb wel nog mijn badjas aan. Maar ik heb me even verder opgemaakt en mijn haar gedaan. Want dat was wel echt heel erg nodig. En Mick en ik gaan zo meteen lunchen in de stad. Maar ik wil eerst heel even aan jullie een pakketje laten zien. Want ik heb vanochtend een pakketje ontvangen van Naked. En ik had niet verwacht dat het er zo snel zou zijn. Want ik had donderdagavond echt pas heel laat had ik gezegd wat ik wilde. En volgens mij wordt het vrijdag verzonden en het is nu zaterdag en het is nu al in huis. Dus ik ben echt super blij. En ik heb voor jullie een kortingscode met 15% met Janette 15. En ik zal gewoon altijd alle linkjes en zo in de beschrijving zetten. Ik heb een keer geprobeerd om niet van die standaard items te doen. Dus ik heb ook geprobeerd geen zwart en wit te doen. En ik heb 4 items en die ga ik even laten zien. Eerste item en dit is een groene trui en ik heb deze ook in het wit en die is echt super fijn. Je kan dit aan de voorkant dragen, maar ook aan de achterkant. Het is allebei echt super mooi. En het is ook heel erg fijn, want met deze V zie je net je BH niet aan de achterkant. En ik heb hem in een maat S en dit is die groene kleur. Dus hier ben ik super blij mee met deze groene trui. Oké, dit is de trui en hij valt gewoon prima. En nu heb ik dus aan de achterkant die V. Zo. Deze is wel echt leuk, hè? Ja. Maar je kan dus ook die V zo dragen. Nou, ik zal het wel gelijk even laten zien. Zo, je kan hem ook zo dragen. Zo is hij ook wel leuk. Zo. Dat is wel leuk,
Ja, toch? Dus dit is de groene trui. En deze was in een maat 36. Dit panterhoekje. En ik vond hem op de site er super leuk uitzien. De print is wel wat anders dan ik had verwacht. Maar ik vind het wel leuk. En hiervoor zit een strik, maar die kan je er ook uithalen. Dus stel dat je dit niet wil, dan kan je er gewoon zelf een riempje omheen doen. Dus dit rokje. Super leuk. En ik heb deze in de maat 36. Dus ik hoop dat ik het pas. Ik ga het zo meteen gelijk even passen. Dus dan zullen jullie het zien. Het ziet er namelijk een klein beetje krap uit. Okay, dit is het rokje. Ik weet niet of je het echt super goed kan zien. Zo. En hij zit echt prima. Alleen ik vind dit dus echt niet zo mooi. Maar dit kan je er dus uithalen. En dan is het beter. Ja, je moet er ook niet een groene trui boven doen. Maar zo vind ik hem wel echt wel leuk. Hey, kijk. Leuk? Ja. Leuk toch? Mm-hmm. Het is namelijk zo'n... Hoe heet dit? Zo'n slangen legging. En hij heeft best wel een beetje een gladde stof. En ik heb hem in een maat S. Maar ik denk dat ik deze wel ga passen. Het is echt een legging. Moet je voelen. Ik heb hem uitgekozen, ja. En deze had ik dus in een maat S. De snake print legging. Moet je voelen. Hij voelt echt lekker. Oh ja. Ga maar sporten. Ja, het lijkt een beetje op een sportlegging, hè? Ik denk dat het op zich nog wel zou kunnen. Oké, okay, nu heb ik de legging aan. Maar hij zit echt prima. Hij zit echt heel erg lekker. Alleen het is wel echt een beetje zo'n sportleggingstofje. En hij is hier wel een beetje laag. Maar ja, ik had misschien zelf ook gewoon een maat groter moeten bestellen. Want dit is gewoon een S. En dat is natuurlijk best wel een beetje klein. Maar voor de rest zit hij heel erg lekker. En ik denk dat het met een zwarte trui wel heel erg leuk zou zijn. En als laatste heb ik een jurkje. En dit zou ik normaal echt, echt nooit bestellen. Maar dat jasje bedoel je? Ja, dat jurkje, dat jasje. Zo'n blazer dress. Maar ik wilde het gewoon proberen. En ik vond het wel heel erg netjes. Dus ik dacht, misschien kan ik het wel een keertje aan. Het is namelijk deze. En de kleur is een beetje bruin-paarsachtig. En het is in een maat 36. En het is dus zo'n couvertjasje, maar dan in een jurkje. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, en nu heb ik het jurkje aan. En ik vind hem wel echt heel leuk. Alleen het voelt een beetje alsof ik naar een werkafspraak ga. Wacht, ik zal hem even in de spiegel laten. Ik hoop dat je het goed ziet. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Alleen het is wel echt best wel zakelijk. Dit waren de 4 items. En dus met de code Janette 15 krijg je 15% korting. Oh ja, die ballon van Valentijnsdag, die hangt gewoon nog steeds. Het is echt... Meer dan een maand geleden. Maar dat komt omdat ik mijn cadeautjes op de kwaliteit, snap je? Dus ik ga me nu even omkleden en dan gaan Mick en ik naar de stad. Mick en ik zijn in de stad en we zijn bij de... Bij Einstein. Een stadhouder toch? Ja, ik was stadhouder zeggen. En het regent buiten. We zaten eerst in een ander restaurant, maar daar wilden we iets anders hebben. Dus hebben we daar alleen wat getrokken. En zometeen gaat Mick even naar de stad lopen. Want mijn boeddha-boeddha-ring is kwijt. En ik ga misschien zo een nieuwe kopen. En Mick's boeddha-boeddha-ring was gisteren bijna kwijt. Ik heb hem weer. Ja. Eet smakelijk, schat. Bon appetito. Hebben we in de stad überhaupt iets gefilmd? Alleen dat we wat gingen eten. Ja. Oké, wacht. Hou jij me vast? Oké, we zitten nu in de auto. We zijn net in de stad geweest. Ga ik hier achteraan? Nee. Oh. Ik kan je doen, maar precies ben je onder een auto. Ja, dat is jammer dan. We waren net in de stad en ik was mijn boeddha-boeddha-ring kwijt. Dus ik heb net een nieuwe gekocht. Zo. En voor de rest, het is nu 3:50 en we gaan nu weer naar huis. Wat gaan we thuis doen? Film kijken of zo? Ja, mijn shirt bestellen. Je hebt het zo erg. En voor de rest hebben we even wat lekkers gehaald. Ga jij even laten zien wat we hebben gehaald? Drinken. Die is op bijna. Nog meer? Dat is zo mooi, hè? Kijk, en dat is mooi, hè? Ik woon Red Bull. En zei ze eerst, nee, moet je niet doen, dit is slecht. En wat doet ze? Gelijk pak ze weer mijn Red Bull, gaat ze het uitdrinken, hè? Gelijk, ja, dat doet ze altijd. En dan meestal ook nog het eerste slokje, dat lekkerste slokje. Toch, Jan? Het geeft wel gewoon toe, dat is wel eerlijk. Nee, één slokje altijd maar. Jan? Ja, meen. Soms meer. We hebben dus Red Bull, maar dat is eigenlijk door op, dat doe je net. En even kijken hoor. En we hebben Prepmix. En we hebben M&M's. En we rijden bijna een kinderwagen, dat is het soort tweeën.
Wat? Ik zag je die bus. En vanavond gaan Mick en ik oppassen. En dan gaan we uiteindelijk gaan we Temptation kijken. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van dit seizoen, van dit jaar. Ik vind hem niet zo leuk. Dat is mooi, onze zaterdagavond geven we uit een oppassen. Oké, Mick en ik hebben gegeten en in bed gelegen en we hebben Temptation gekeken, de nieuwe Temptation. En het was het kampvuur en het was gewoon weer echt gewoon helemaal niks. Nee, toch? Nee. Nou, misschien volgende keer wel. Volgende keer wel. Ja, wij hebben wel vertrouwen in dat Heike iets gaat doen of Milou. En we gaan nu samen oppassen. Dus ik zal mijn camera eventjes meenemen. Oké, het is vandaag zondag. En gisteren heb ik de video niet afgesloten. Omdat ik weet eigenlijk ook niet hoe lang deze video gaat worden. En wat ik er precies mee ga doen. Maar dat gaan jullie wel zien. Dat weten jullie nu wel en ik niet. Want ik wilde namelijk nog even iets zeggen. Want er zijn dus de laatste tijd geen weekvlogs online gekomen. En soms aparte vlogs. En ik ben denk ik 5 keer begonnen aan een nieuwe weekvlog. Alleen elke dag lukte het me niet echt. Omdat ik niet echt top in mijn vel zat. En nu eindelijk is het de eerste dag. Nou eigenlijk gisteren. Dat het wel weer echt beter gaat. Dus ik heb besloten dat ik morgen. Dus vanaf maandag. Weer ga weekvloggen. En de beelden die ik nog had. Doe ik denk ik in deze vlog of in de weekvlog. En dan nog de beelden die ik van gisteren had. Wordt denk ik nog een video. Zodat jullie ook even weten waar mijn video's blijven. Want niet dingen om zorgen om te maken hoor. Echt niet. Maar het ging gewoon eventjes niet oké. En ik heb me nu opgemaakt. En het is eigenlijk al 5 uur 's middags. En ik zie dat mijn camera ook leeg is. Dus die ga ik gelijk opladen. En dan hoop ik jullie gewoon weer snel te zien bij een andere video.